Het is vandaag 9 april 2018 en ik ben hier in Bergen op Zoom aan het zuidelijk gedeelte van wat ze hier de boulevard noemen. En wat zien we hier? We zien hier een kraan van het bedrijf Goebbels en ze zijn hier een nieuw strand aan het maken. En daarvoor moet eerst de bovengrond die hier nu ligt worden afgegraven. Want anders zou het niet zo fijn zijn om op het strandje te liggen. Want het strandje krijgt natuurlijk zand, die zandstrand wordt het. En wat hier nu ligt, dat is niet zo aanlokkelijk om op te gaan liggen. Dus die bovengrond wordt nu afgegraven, wordt weer elders naartoe gebracht. We zien daarachter de tractoren komen en hier die grond dan brengen. Om een ander gedeelte weer op te hogen en ook om een geluidswal te verhogen. Een hele onderneming, maar Bergen op Zoom is er wel blij mee en de ondernemers die hier een horeca gelegenheid hebben ook. Want wat was het geval hier tot op heden? Dat er talloze ganzen de gelegenheid namen om in het gras te gaan zitten en daar niet te gaan zitten en te lopen, maar ook nog flinke grote stront achter te laten, wat natuurlijk dan niet zo prettig is als je daar elders een beetje in de zomer wil gaan genieten van het zonnetje. Het is een hele klus, maar het lijkt mooi te worden. Kijk, er komt weer een trekker aan die weer wat grond mee gaat nemen. En zo, op deze manier, wordt Bergen op Zoom elke keer weer een stukje aantrekkelijker. Bergen op Zoom aan zee zou je bijna zeggen, maar dat is een beetje onzin, want daar is een Steenbergen al verzonnen. Dat doen we hier niet aan natuurlijk, maar dit wordt Bergen op Zoom aan de, aan het, ja, wat is dat hier? Is dat het Zoommeer, Marquisaatsmeer. En ja, we hebben hier een heuse boulevard. En daarnaast ook nog een zwembad, de Schelp. Maar dat is op dit moment gesloten vanwege problemen met roest, waardoor bepaalde dingen naar beneden zouden kunnen vallen en de mensen die daar dan willen gaan zwemmen kunnen verwonden. Maar straks, wanneer het strandje hier klaar is en we kunnen de blauwalg een klein beetje uit het water houden, dan krijgen we hier toch een leuk alternatief om te kunnen gaan zwemmen en te kunnen gaan zonnebaden en alles wat je zo al bij een strandje mag verwachten. We gaan eens wat verder kijken. Ja, en ondertussen staan de ontwikkelingen aan de boulevard zeker niet stil, want ik sta hier aan een punt en hier wordt een nieuw gebouw eigenlijk opgericht dat hoort bij het restaurant Saus, dat hier achter mij is. Aan het water heet het en dat wordt een terras aan het water, zoals we ook straks even zullen zien. Ja, want in feite is het al geopend. Ziet er heel leuk uit, moeten we zeggen. Wat we hier dan zien, een mooi terras met mooie bogen eroverheen, wat in best gewenst denk ik in de toekomst ook kan worden overkapt, zodat men ook hier droog kan zitten. En ondertussen gaan die werkzaamheden met wat betreft de aanleg van het strand ook volop door. Want hier zien we dan het restaurant Saus. Dan draai je de camera even. Daarachter, daar ligt het strandhuis. Ook een zeer bekend en goed lopend restaurant en cafetaria. En dan hebben we hier natuurlijk dat waar we het al over hadden. Dat nieuwe gedeelte, het buitenterras van Saus. Ziet er prachtig uit. Het enige wat we nou nodig hebben is natuurlijk een mooie zomer. Maar ook al is de zomer niet iedere dag even mooi, dan kun je hier toch straks lekker zitten, beschut en toch genieten van het uitzicht dat zich hier voor je ogen uitspreidt met het water hierachter en de gebouwen. En straks natuurlijk het mooie strand. Ondertussen kijken we weer eens even terug naar de werkzaamheden zoals die gaande zijn hier op het zuiderstrand van de boulevard. Het ziet er nog niet uit, moeten we zeggen. Het kan daar maar. De plannenmakers hebben dat natuurlijk allemaal al volledig in gedachten hoe dat zal moeten worden. Ja.
staat er hier ook nog op, aan het water buitengewoon genieten. Ja, daar zijn we het helemaal mee eens en we hopen dat we dat ook kunnen gaan doen. Ondertussen gaan de werkzaamheden natuurlijk vlot door. We zien hier Van Loon grondwerken die hier weer een vrachtje komt brengen van daarachter waar we toen net waren bij zwembad De Schelp, waar we die kraan nog bezig zien om de grond verder af te graven. Je kunt wel zeggen, dit is een grote operatie die hopelijk zijn vruchten gaat afwerpen. Kijk, we laten hier even zien, wanneer je straks op het strand ligt en je kijkt uit, dan zie je daar aan de overkant de bebouwing van wat we hier noemen de Bergse Plaat. Een nieuwe wijk in feite natuurlijk, niet meer zo nieuw, maar in vergelijking met het stadshart van het historische Bergen op Zoom natuurlijk wel. Kijk, hier zien we dus wat er allemaal gaat gebeuren. Op het ogenblik is het onderzoek met heel veel dingen te maken hebben die nog moeten worden afgemaakt. Ja, en er is aan alles gedacht hier op de boulevard. We hebben hier een ijssalon, ijssalon Emma, waar je ook koffie kunt drinken. Ook in de binnenstad van Bergen-op-Zoom is een ijssalon Emma. En dat, je zou kunnen zeggen, dit is een kloon van ijssalon uit de stad. Jammer genoeg is het op vandaag gesloten, want het is maandag. Maar ze hebben natuurlijk gisteren en eergisteren waarschijnlijk een paar mooie dagen gehad, want toen was het ineens zomaar ijsweer. En ook de ijszaak heeft een terras aan het water, zoals je ziet. En ook daar is het bij goed weer uiteraard, maar ook als het niet zo goed weer is, kun je ook droog zitten, is het goed toeven. Het wordt hier steeds mooier en steeds beter. Ook de koudjes zijn al aanwezig, brutale rakkers, die worden natuurlijk nog alles wat toegestopt. Ofschoon dat helemaal geen goed idee is, maar je kan je voorstellen wanneer mensen hier wat zitten te eten en ze hebben een kleinigheidje over dat ze dan al gauw geneigd zijn om die koudjes wat te voeren. Maar die donders die weten dat donders goed en dan kom je er niet meer vanaf, dat is het probleem. Hier zijn we dan aan het einde van het Zuidstrand. Kijk, Van Loon grondwerken uit Wouw. Die komt weer even, die heeft net zijn vrachtje gelost. En we denken dat dat deze keer bij de verhoging van de geluidswal is geweest. Ja, het mooie van dit alles is natuurlijk dat Bergen-op-Zoom ook hoopt dat ze wat meer toeristen naar de stad krijgen. En ook misschien wel hier naartoe, naar dit leuke strand. En al is het alleen natuurlijk voor de Bergse bevolking is ook prachtig, maar het is natuurlijk leuk wanneer er ook eens een keer iemand in plaats van hier voorbij te razen, eens een keer de moeite neemt om hierheen te rijden met zijn auto en zijn gezin en zich hier te gaan verpozen. Dit is natuurlijk een vrij kostbare zaak wat hier gebeurt. En men zal zich toch wel hebben beraden over het rendement hiervan. Want ja, je kan het allemaal wel laten uitvoeren, maar die mensen moeten ook allemaal betaald worden en dan is het de vraag wie zal hier nu het meest van gaan profiteren of van genieten. Laten we het zo zeggen, want profiteren dat klinkt dan niet zo leuk. Dus dat is even de grote vraag, maar dat zal de toekomst leren.
toch weer een beetje egaal blijven voor het werk. Ja, en dan kijken we hier op het terras van het strandhuis. Deze zaak loopt toch alweer enkele jaren hier en is zeer succesvol. Een bedrijf, een zaak die zijn sporen al verdiend heeft. En waar de klanten de weg naartoe helemaal weten te vinden. Zoals gezegd, het is maandagochtend en dan is deze zaak gesloten. Maar die is geopend van dinsdag tot en met zondag. Maar alles staat eigenlijk natuurlijk nu, zoals je ziet, al in de startblokken voor het mooie weer. En daar hopen we met z'n allen natuurlijk verschrikkelijk op. En het strandhuis kan ook de mensen goed herbergen als het wat minder mooi weer is. Want ook dit terras, dat wordt overkapt. Zodat men weer of geen weer hier prettig kan vertoeven. Ja, en tegelijkertijd met het verfraaien van het strand aan de boulevard wordt ook meteen met de overtollige grond die vrijkomt de geluidswal hier verhoogd. Dat is geen overbodige luxe, denken we, want hier komt nogal wat verkeer langs. En als we dus zien hoe hoog en hoe veel hoger dat die geluidswal nu wordt, dan zullen de mensen hierachter daar ongetwijfeld profijt van hebben. En zal het geluid van de voorbijrazende verkeer allemaal wat minder worden. En zo kunnen we zeggen dat er volop activiteit is hier in Bergen op Zoom op velerlei fronten. Zowel aan het strand als aan de weg. En zoals we zien is ook hier het bedrijf Gubbels weer volop in actie. Ja, ik was volop aan het filmen, maar op het ogenblik liggen de werkzaamheden even stil. En dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want ja, de mens, inwendige mens van al die mensen die de machines bemannen, die moet natuurlijk ook op tijd worden voorzien van eten en drinken. En ik ben hier in de schaftkeet en ik zie hier een aantal zeer tevreden mannen zitten die allemaal hun boterhammetjes hebben meegekregen van thuis en die nu hier lekker aan het smullen zijn. Maar mannen, dat is eigenlijk toch, wat het mooie is dat jullie maken hier Bergen op Zoom met z'n allen mooi, hè? En u bent degene van de firma Gubbels, van bedrijf Gubbels, die eigenlijk de hoofdaannemer is hier. Ja. En, want er komt hier een mooi strand, dat is het hoofdzaak. Maar er zijn een hoop andere zij-effecten bij. En dat is onder andere dat je die dijk afgraaft. Ja, en de grond die vrijkomt van het strand, die wordt weer in een geluidswal langs de, ja, hoe heet die weg, Markiezaatweg. Ja, dat heb ik gezien. Dat is twee vliegen in één klap. Dat is natuurlijk ook best nodig. En sinds wanneer zijn jullie begonnen? Anderhalve week geleden. Oh, zo kort geleden nog maar. Twee weken geleden. Ja, anderhalve week geleden. En ja, het strandseizoen nadert, zou je bijna kunnen zeggen, hè? Want ja, we hebben het afgelopen weekend natuurlijk al een voorproefje gehad. En wanneer staat het op de planning dat jullie hier weer met z'n allen kunnen vertrekken? We moeten eigenlijk 20 april klaar zijn, want 21 april hebben wij open dag op de zaak en dan moet alles thuis staan. Aha, in de 21 in Helvoort. Ja. Gubbels open dag. Nou, wie weet, dat zal toch wel lukken als je maar een doel hebt, een einddatum, hè? Dat scheelt. Ja, dat komt goed. En jullie zijn al heel wat meer keren hier in Bergen op Zoom actief geweest, dat weet ik wel. Hè? Ik heb verschillende keren gefilmd waar jullie bij waren. Maar er zijn meer mensen ook nog van andere bedrijven hier op het ogenblik. Valoon grondwerken uit Wouw. En zijn er nog anderen? Rademakers van? Roosendaal. Uit Roosendaal. Wat voor werk doen jullie? Grondverzet. Ook grondverzet, ja. Allemaal eigenlijk collega's in het... In dezelfde vakgroep zou je kunnen zeggen. Hè? Nog andere mensen die ik vergeten ben? Baks natuurlijk. Baks. Ja, zeker. Ook een hele bekende naam.
Nou mannen, ik ga jullie niet langer storen in het eten, want ik ben toch al inbreuk aan het maken op jullie middagrust. Maar mijn complimenten voor het werk. Ja, dankjewel. Ja, van al de namen die ik noemde van de mensen die betrokken zijn bij dit werk, gaat ik u ook van loon. Maar dat is een andere van loon dan die ik eerder noemde. Dat is een andere van loon, ja, van een ander bedrijf. En wat doen jullie? Ook grondverzet en loonwerk in de agrarische sector. Ah, en waar vandaan? Waar zitten jullie gevestigd? Uit Drunen. Drunen? Oh, best een eindje vandaan hier weer. Ja, precies. En dat loont toch de moeite om hier iedere dag naartoe te rijden? Ja, zeker omdat het een kwaai is van enkele weken. Dan, ja. En dan loont dat, ja. Ja, ja, mooi. Dus echt een samenspel van bedrijven waar hier in Bergen op Zoom iets moois gaat verrichten. Nou mannen, ik zou zeggen, als het allemaal klaar is, zou ik, als ik jullie was, zeker een keer terugkomen op de zon hier. Op dat strand. Dan ligt er al een mooie vrouw. Ja, die zitten hier volop. Dus wat dat betreft, altijd welkom. Bedankt hoor. Ja, ik sta hier op de kruin van een dijk. Je zou kunnen zeggen een slapende dijk, want dit was een dijk die ooit Bergen op Zoom beschermde tegen de nukken van de Oosterschelde. Want Bergen op Zoom, voor wie het niet weet, lag direct aan de Oosterschelde. Maar dat is voorbij. Door allerlei werkzaamheden, waaronder het Schelderijnkanaal, is Bergen op Zoom niet langer meer direct de buur van de Oosterschelde. Maar deze dijk, waarom zijn we hier? Het zand dat je hier ziet, dat wordt namelijk gebruikt voor het strand van de boulevard, van de Zuiderboulevard op dit moment. En dat is een mooi meegenomen, want die dijk die moest toch weg, die had geen functie meer. En dan, ja, dan is het natuurlijk fantastisch dat je niet al te ver grond kunt vinden om je strand op te bouwen. En dat is dan fantastisch gelukt, want als we nu zo omdraaien, dan zien we hier het zogenaamde, laten we dat maar noemen dan, het Noorderstrand. En de grond daar is van ver gekomen, althans ver, toch in ieder geval behoorlijk ver. En dit is natuurlijk heel gemakkelijk, want dit haal je van dichtbij. De dijk gaat weg. De grond die, maar kijk wat we hier zien, dat is de grond die ooit is aangebracht als basis voor de dijk en daaroverheen is een kleilaag gelegd. En die kleilaag die zien we daarachter liggen, dat is die donkere grond. En die gaat dan weer naar de geluidswal waar we toen net ook even waren. De geluidswal langs de Markiezaatsweg. Dus zo helpt het een het ander. En wat ook nog mooi is, dat de mensen die straks in deze nieuwe, in dit nieuwe appartementgebouw gaan wonen, dat degenen die in de laagste verdiepingen zitten, dat die natuurlijk straks, omdat de dijk weg is, een prachtig zicht hebben hier over het water. Dus we draaien hier zo even rond, om even de situatie te laten zien. En ja, zo helpt het een, helpt het ander. Dagdijk, vrij uitzicht, grond krijgt een bestemming. Nou, prima idee. En geldbesparend. Ja, ja, Bergen op Zoom. Voor degenen die wat beter zijn ingevoerd, die weten dat Bergen op Zoom tijdens de carnavalsdagen wordt omgedoopt in het Krabbengat. En dat is niet zomaar gekomen, want toen Bergen op Zoom nog aan de Oosterschelde lag en de eb en vloed daar vrij spel hadden en de krabben zich vrolijk daar konden bewegen, toen is natuurlijk de naam ontstaan, het Krabbengat. En ja, dat is voorbij, want er komt geen enkele levende krab hier meer in de buurt. Dus die tijd is verleden tijd, zou je kunnen zeggen. Maar leeft nog steeds voort in de naam Krabbengat een aantal dagen in het jaar. Ja, want hier zie je dus de deklaag van de dijk. Dat lag over het zandbed heen. En ja, dat is er nu weggehaald en dan hou je dit over. Je zou kunnen zeggen, de kern van de dijk bestaat uit prachtig strandzand. Nou, mooier kon je het niet hebben. En daar hebben ze dan ook in Bergen op Zoom dankbaar gebruik van gemaakt.